We zijn in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We gaan naar Lomantang via de Upper Mustang Road. Dat is een van de meest waanzinnige roadtrips die je kunt maken. Nou, ik heb best wel wat gezien, maar ik heb nog meer niet gezien, denk ik. Hier is het één grote chaos. Wat waanzinnig, jongens. Wat mooi. Dit is misschien wel de meest bijzondere plek, de meest uitdagende plek waar ik ooit ben geweest. Geweldig. We zijn bezig met een nieuwe serie, Off The Grid 4x4. Hier op dit YouTube kanaal gaan we de meest waanzinnige roadtrips rijden. We zijn in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Dat is, om het voorzichtig uit te drukken, een wat rommelige plek. Het is er wat stoffig, maar het goede nieuws is, we gaan snel zijn, ze rijden hier zo ver. We gaan naar Lomantang via de Upper Mustang Road. Dat is een van de meest waanzinnige roadtrips die je kunt maken. Helemaal van Kathmandu door de bergen waar het steeds rustiger en rustiger wordt. En uiteindelijk naar de bewustwordingplek van de wereld, Lomantang. Een verborgen koninkrijkje waar men pas een jaar of 30 in mag. Daar gaan we naartoe, maar we gaan nog veel meer doen bij Off The Grid 4x4. We gaan naar Georgië, door de Caucasus. We gaan naar Bolivia. Dead Road, inderdaad. We gaan naar Argentinië, we gaan naar Peru, we gaan naar Oeganda. Langs de boorden van Rwanda op zoek naar gorilla's. En we gaan de Babiaanskloof doen, uiteraard. Een hele mooie in Zuid-Afrika. Oftewel, heel veel gave roadtrips in Off The Grid 4x4. En als je nou zoiets hebt van, maar dat is me leuk, dan wil ik ook. Dan moet je dus eventjes naar offthegrid4x4.com gaan. Want ik ga ze rijden, wij gaan ze allemaal tonen op mijn YouTube kanaal. En uiteindelijk gaan we ze ook aanbieden. Dus iedereen kan dit gaan doen. Hoe leuk is dat, jongens? Kijk, en nou is de rust weer terug. Hey Martine, jij hebt ontzettend veel reiservaring, hè? Ja, enorm. Ja? Je hebt de hele wereld gezien? Nou, ja, jawel, toch? Nou, ik heb best wel wat gezien, maar ik heb nog meer niet gezien, denk ik. Ja, dus vooral blijven ontdekken. Dat is het lot ook, als je nieuwsgierig bent. Ja, dat maakt weer nieuwsgieriger. Blijft gewoon, ja, heel tof. Wij zijn nu off the grid, 4x4 gestart. Ja, ja. Gekke routes. Ja. We zijn nu dus onderweg de Upper Mustang Road naar Lomantang. Heel ver in de Himalaya. Ja. Deze bedacht jij. Hoe kom je hier aan? Nou, omdat wij waren natuurlijk bezig met de planning. En we wilden redelijk snel ook beginnen met het aanbieden van dit soort toffe avonturen. Nepal staat al heel lang op mijn verlanglijstje. Fantastisch gebied, de Himalaya, de bergen. Dat is misschien wel gewoon de perfecte eerste bestemming voor off the grid. Ja, juist. En zo kwam dat eigenlijk. Dus in februari, maart is een hele goede tijd om te gaan. Dus toen dacht ik van, nou, dan is dat 2025, kunnen we daarmee. Dat wordt de kick-off van al deze maart, reizen. Februari, maart 2025. Ja. Dat, en dan eventueel, bij voldoende animo, doen we hem in de herfst nog een keertje. Ja, 2025. En dan in 2026 weer. Precies. Om je onder te dompelen in smerig voedsel bij McDonald's of bij Burger King. Ja, die heb je hier niet. Wat? Niet wij, nee, je hebt het niet. Er is geen McDonald's of Burger King hier in Nepal. Wat je wel hebt. Thank you. Where is it from? Habla Bolan. From here? Ja? Makiola. Ah, oké. Geweldig, hè? Van die hele mooie kleine banaantjes. En dit zijn nou toevallig bananen. En als je een heel stuk verderop komt, dan zou het zomaar kunnen dat je daar weer ander fruit tegenkomt, wat dan daar verbouwd wordt. En dat koop je dan. Kost niet veel. Maar is wel heel lekker. Als de lokalen ook stoppen om ergens voor te komen, dan weet je dat het goed is. Good. Thank you. Ja.
Wie doet dat? Hey, en dan hebben we Georgië, de Kaukasus, Oeganda, dat prachtige berggebied waar we 2 jaar geleden ook al een keer waren. Ja. Langs de grens met Rwanda daar. Ja. Peru. Peru. Dan Argentinië, ben ik ook helemaal fan van. We hebben ook een heel mooi gebied tussen Mendoza en Salta in het noordwesten van het land. Dat is prachtig. Ja. Dus Off the Grid 4x4 is een menukaart het hele jaar door. Mm-hmm. Met alleen maar gave reizen. Ja. Het is verzorgd. Oh, je vergeet er geen. Ja, Bolivia. Bolivia. Bolivia, man. Bolivia is fantastisch. Dead Road. Death Road en de Uyuni Zoutmeren, dat is ook fantastisch. Ja. Hey, het is altijd, zeg eventjes, 10, 11, 12, 13 dagen lang. Dus een beetje afhankelijk, maar kort en bondig. Ja, dat is het idee. En verzorgd? Verzorgd. Hotels, 4x4's, alles verzekerd, gedaan. Ja, begeleiding erbij. Maaltijden deels inclusief, deels niet. Ja, juist. Leuk! Tof, hè? Mooi! Ik heb er hartstikke veel zin in. Ja. Hoi, 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 hoi. Kitolo. Kijk, hebben we wat gevonden. Hier achterop deze Tata staat een rockstar. En dit is het ook een klein beetje. Die man is rapper. Die man is engineer. En daar komt hij. Hij is ook de burgemeester van Kathmandu. Ik kom er maar eens op, hè? Moet je je voorstellen, hè? Wij hebben Halsema in Amsterdam. Ligt nog alles een beetje voor de leuke dingen, zeg maar. Maar nee, hier is gewoon een rapper. Hij regelt de boel en hij is ook technicus. Dus hij zorgt ook dat het allemaal wat mooier en wat beter wordt. En hij is zo populair dat hij achterop heel veel auto's staat. Waanzinnig. Ja. Upper Mustang Road, alleen die naam al. Ja, hè? Joh. Gaaf. Het is hier nog een beetje druk. Ja. Langzaam wordt het wat rustiger. En dan gaan we ook het groene gebied uit. Dan wordt het, naar het schijnt, heel spannend. Spectaculair. Ja, maar daar niet gaan gevaarlijk. We zeker niet gevaarlijk. Nee. Maar je moet wel een beetje avontuurlijk zijn. Hey, en als je interesse hebt, eventjes kijken. Offthegrid4x4.com. Inschrijfformulieren, informatie, data. Alles kun je daar vinden. Ja. Komt en dan kun je ons bereiken. Ja, zeker. Mooi, mooi. Absoluut. Top. Ja, we moeten even stil zijn. We zijn net in Pokhara aangekomen na een hele lange dag. Dit is de heilige vijgenboom. De Boeddha heeft hieronder gemediteerd en is verlicht. Dus Werner probeert nu hetzelfde te doen. Of het gaat lukken, weet ik niet. Voor ons is het wel fijn dat hij even zijn mond dicht houdt, eerlijk gezegd. Dit hier, deze canyon, van beneden het water tot het hoogste punt, is 5500 meter. Hier is één grote chaos. Allemaal voor mooie teakhouten setjes in Nederland bedoeld, denk ik.